Mafklapper, heb ik ook gezegd, vriend, even buiten of er is onder. Je gaat er niet op mijn vinyl liggen snijden. Kom op! Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, bijna 9:10. En ik zweet me al een ongeluk. Ik heb de bedden van de jongens net verschoond. En het water loopt gewoon echt van mijn rug af. Het is niet normaal. Ik ga zo meteen alsnog naar school. Want, Ian heeft de jongens naar school gebracht. Maar ik zou met de jongste mee fietsen, want die heeft een tennisclinic. En dan kunnen ze alleen maar fietsen met de hele klas als er genoeg toezicht is natuurlijk. En ze hadden nog iemand nodig, dus ik had zoiets van ja, weet je, als er niemand mee fietst, kan heel die clinic niet doorgaan. Dat vind ik dan ook zo lullig. Dus ik ga straks nog even naar school en dan fiets ik mee, zodat in elk geval die clinic door kan gaan. En ja, nou, daarna ga ik denk ik bijkomen. Het is echt niet normaal zo warm als het is. Echt. Het is woensdagochtend, bijna 7:30 en ik ben zo ontzettend not amused. Het gaat natuurlijk over die radiatoren, waarvan ze gezegd hadden, er is één dag waarop je een paar uur je huis niet in kunt, want dan gaan ze asbest verwijderen. Nou, prima, alle begrip voor. En verder moest ik hier en daar wat spulletjes opzij zetten. Nou, ook geen probleem. Wat ze alleen niet verteld hebben, is dat mijn bed gedemonteerd moet worden en dat als ik geluk heb, ze het vrijdag weer in elkaar gaan zetten. Als ik pech heb, wordt het pas maandag. Dus ja, waar ik dan ga slapen, is hun probleem allemaal niet. Echt, ik ben niet happy. En verder moesten al mijn boekenplanken leeg, hadden ze niet gezegd. Mijn vitrage moest eraf, mijn hele keuken staat op zijn kop. Ik moest deze kant helemaal leeg maken. Nou prima, heb ik gedaan. Staat alles aan deze kant. Maar eigenlijk moet het daar ook leeg, want ze moeten ook daarboven zijn. Ja, nou sorry, maar dan... Oh, echt, frustraties ten top gewoon. Dus ik ga nu even een kopje koffie drinken, kijken of ik wat rustig kan worden. Ik kan alleen maar aan mijn tafel zitten, want mijn bank ligt vol en er ligt afdekstel overheen. Je kunt helemaal niet wonen hier als ze hier bezig zijn. Ik voel me echt een beetje... Ja... Was er dan gewoon even eerlijk over geweest, had ik iets anders kunnen bedenken, weet je wel. En nu moet ik even op het allerlaatste moment, waar ik ook gewoon moet werken, moet ik bedenken hoe, wat, waar we gaan slapen allemaal en zo. En hoe we dat gaan doen, technisch gezien en praktisch gezien en... Not amused. Geen happy Joost hier vandaag. Absoluut niet. Dit is dus nu hoe mijn keuken eruit ziet. Dit was dus allemaal leeg. Dat staat daar. Dus wassen kan ik ook niet. Nee, want ik kan het ook nergens ophangen. Oh ja, want die dingetjes op de trap, die heeft dus gisteren een of andere koekwous zitten snijden. Die ging karton zitten snijden op mijn vinyl, mafklapper. Heb ik ook gezegd, vriend, even buiten of er is onder. Je gaat er niet op mijn vinyl liggen snijden. Kom op! En verder is hier dus alles leeg. Mijn tv moest even opzij. Leg die maar op de bank. Ja, dat past dus niet. Dus die staat er nou voor. Dus hier moeten ze vanaf blijven. En ze moeten het maar doen met deze kleine ruimte, want ja, anders weet ik het ook niet. En toen was ik dus... Ja, daar zit hij nog. Toen was ik dus de vitrage aan het weghalen. En toen zag ik dus hier... Daar komt hij. Weer zo'n ding. Maar die blijft maar lekker zitten nu. Ik ben er helemaal klaar mee. En als je je mijn eerste reactie op zo'n ding nog kunt herinneren... Maar als ik dat nu doe... Ja, ik ga hem ondertussen in de gaten. Dan weet je dat ik er echt klaar mee ben als ik er zo makkelijk over doe dat ze maar gewoon lekker blijft zitten. Oh, ik heb echt mijn dag niet, hè. Ik ben echt super chagrijnig vandaag. Echt. Maar echt. Het is nu 4:15 of zo. Ik ben de hele dag nog niet thuis geweest. Ik heb nu voldoende moed verzameld om te gaan kijken hoe het eruit ziet. En ik hoop dat ik werkkleren kan pakken. En ja, dan moet ik ook iets van drinken of zo meenemen en eten voor de jongens morgenochtend. Want ja, we kamperen een soort van... Bij Ian. Vreemd. En ja, ik ben gewoon echt een beetje bang voor wat ik aan ga treffen. Maar echt. Nou ja, mijn woonkamer ziet er zo uit. De radiator is weg. Ze hebben zo'n enger binnengelaten. En dat hier al die, dat plastic kapot is, vind ik op zich ook niet echt heel optimistisch. Dus even verder kijken. Mijn plank is weg. Ze hebben beloofd dat ze die terug zouden zetten, dus daar ga ik ook maar vanuit. Keukenkastje is weg. Dat staat hier. Zo kun je toch niet wonen, jongens. Echt, kijk dan joh. Wat een klerenzooi. Hier. Ik weet niet eens waar mijn aftruiprek is. Oh, dat hebben ze in het keukenkastje gezet. Maar ja. Ik moet wel mijn koelkast in mijn vriezer zijn nu. Dit stemt ook positief.
Mijn muur is beschadigd. Dit vind ik er ook niet bijzonder positief uitzien. Al het wel me meevalt dat ze wel inderdaad het cel eroverheen gelegd hebben. Dat moet ik ze nageven. Maar goed, ik kan hier dus niet slapen vannacht. En mijn werkkleding pakken wordt ook even een dingetje. Dus we kijken wat lukt. Nou, ik heb wat kleding kunnen verzamelen. Sport-BH en zo heb ik uit mijn bovenste laadje kunnen vissen. Met veel pijn en moeite. Dit komt uit mijn bak met oude kleding inderdaad. Tas. Dus vanavond kan ik in elk geval lesgeven. Dan kan ik douchen. En dan kan ik in elk geval morgenochtend. Nee, ik kan wat ik nu aan heb nog een keertje aan. Maar ik zie hier een soort beschadiging in mijn, behang. Dit is hier beneden. Dat ziet er ook niet meer helemaal top uit. Hier zit een scheur. Maar ik vind het nog steeds een belachelijke exercitie. Dit had ook anders gekund. En de communicatie hierover had ook zeer zeker heel anders gekund. Wat ik weet niet of ik het al gezegd had. Ik heb dus een brief gekregen waarin staat dat ze de 17e zouden beginnen. Dat is vandaag. En toen waren ze gisteren boos dat ze mijn huis niet in konden, want ze zouden de 16e beginnen. Ze hebben ook geen sleutel opgehaald dat ze het van tevoren zouden doen. Dat ik ook tegen ze gezegd heb. Zo van ja, als jullie erin willen. Ik ben om 8 uur 's morgens weg. En dan is er dus niemand. Ze zouden een sleutel komen halen, dat is niet gebeurd. En ja, dus ineens werd ik gisteren gebeld. Waar ben je? Want we willen je huis in. Want we willen gaan beginnen. Ja, dan moet je geen brief sturen waar de 17e in staat. Maar goed, ik ben heel duidelijk not amused. Echt niet. En nee, goed, dan mag ik dus vanavond bij Ian op de bank slapen. Ja. Dus ik ga ervan uit dat hij wel een handdoek voor me heeft voor als ik ga douchen vanavond, als ik thuis kom. Sodemieterwit, echt. Het is inmiddels vrijdagmiddag. Ik heb 2 nachten deze bank geslapen. Ik heb op zich best aardig geslapen, daar gaat het niet om. En ik vind het ook nog steeds heel fijn dat het kon en dat het mocht. En dat Ian dat zo spontaan aanbood, dat ik hier wel kon slapen. Maar het is natuurlijk niet fraai. En nee, ik vind het gewoon, kijk, als die verder nou tegen me zegt een paar weken geleden dat het beter is om onderdak te zoeken voor die week dat er in mijn huis gewerkt wordt, dan weet ik dat. Dan kan ik daar rekening mee houden, dan kan ik een tas inpakken, dan kan ik iets regelen. Het enige dat ze gezegd hebben is dat er dus 1 dag is waarop ik een paar uur mijn huis niet in kan vanwege asbestverwijdering. Prima. En verder, dat als ik te veel overlast had, lawaai of mensen in mijn huis of wat dan ook, en ik vond dat vervelend, kon ik in het buurtcentrum gaan zitten. Over slapen is nooit met een woord gerept. Er is nooit gezegd dat ik niet thuis kon slapen. Ja, dus ik ben niet zo happy. Als het goed is, gisteren zijn de nieuwe panelen geplaatst. En zijn alle oude radiatoren weggehaald. Dus ik heb allemaal gaten overal. Nou ja, wie me volgt op Instagram, die weet dat ik nu ineens gewoon vanuit mijn woonkamer de slaapkamer van de buren in kan kijken. De benedenburen. Maar als het goed is, worden vandaag nieuwe radiatoren geplaatst. En worden die gaten dus weer opgevuld. En dan gaan ze maandag afwerken en opleveren. Dus het weekend ben ik waarschijnlijk ook nog de pineut. Ik ga zo even kijken hoe het eruit ziet, hoe het ervoor staat. En dat. Dus het is wel heel bijzonder. Ik kan dus ook mijn kledingkast niet in. Ik weet niet meer of ik dat al gezegd had of niet. Ik kan niet in mijn kledingkast. Ik heb wel gewoon werkkleding nodig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb maar gewoon mijn wasmand geleegd in een plastic tas. En gisteren de was hier gedaan. In de hoop dat het droog zou zijn. Dat was het natuurlijk niet. Dus gisteren moest ik nog ergens vandaan andere kleding zoeken om les in te geven. Nou ja, uiteindelijk een heel oude broek die ik nog had. En een ander shirt. Oh shit jongens. Ik heb nu toch weer iets stoms gedaan. Oh maar echt. Ik ging dus kijken in mijn huis. En helemaal happy, want ze zijn klaar. Ze zijn gewoon klaar. Ze zijn nu bezig met het karton weghalen waarmee ze de vloer hebben bedekt en zo. En ze gaan nog wat stofzuigen om de ergste dingen weg te halen en dat soort zooi. Maar in principe kan ik dus straks gewoon mijn slaapkamer schoonmaken, mijn bed neerzetten en daar vanavond weer slapen. Ik kan er weer gewoon wonen. Helemaal top. De oude leiding hebben ze weggehaald. Daarom zaten al die gaten in mijn vloeren natuurlijk. Maar het leek me wel handig. Want er was dus ook een gat nu van mijn werkkamertje naar de gang. En mijn meterkast zit buiten. En in die meterkast zit mijn modem. Dus ja, een bekabelde internetverbinding naar boven was even een uitdaging. Maar ja, nu zat dat gat daar. Dat zat er. Dus ik heb gevraagd aan de opzichterbaas, gast, van joh, kun je dat gat even laten zitten dit weekend? Want ze zouden de gaten gaan dichtsmeren vandaag. Als jullie dat gat nou even laten zitten, dan kan ik dit weekend een netwerkkabeltje
gewoon vanuit mijn meterkast direct naar boven doen. Dan hoeft het niet langs de trap en gedoe en zo. Nou, hij vond het een briljant idee en hij heeft driedubbel opgeschreven dat het gat in mijn studeerkamer, mijn werkkamer, mijn kantoortje nog even open moest blijven. Nou, helemaal top. Dus ik net daar naartoe en ik al die gaten bekijken en ik denk, fuck, dat dingetje is toch dichtgesmeerd. Ze hebben toch het gat in mijn werkkamer dichtgesmeerd. Dat was niet de afspraak. Ik denk, fuck, fuck, fuck. Oké, pardon, helemaal. Dus ik dacht, even voelen, want er was niemand meer in huis. Dus ik even voelen, het was nog zacht. Ik denk, hey, brainwave, ik duw er even een pen doorheen. En dan heb ik gewoon een rond gat erin zitten voor die kabels. En dan smeer ik het zelf verder wel weer dicht als die kabels erin zitten, toch? Dus ik duw die pen erin. Maar die pen die verdwijnt erin. En ja, die zit natuurlijk halverwege de vloer. Duh. Want ja, de vloer is dik. Natuurlijk dikker dan een pennetje. Snap ik ook wel, achteraf. Dus ik pakte een tweede pen en ik denk, nou dan duw ik daarmee de eerste pen gewoon er doorheen. En op een gegeven moment voelde ik iets schieten. Dus ik dacht, oké, top, dan is die eerste pen, die ligt nu in de gang. Dus ik naar de gang, ik kijken, geen pen. Ik omhoog kijken, geen gat. Oh mijn god, shit. Dus ik weer naar boven, want ik weet dat mijn jongste kind, die heeft al hele grote lange takken en zo. Ik denk, dat doe ik met die tak nog even door dat gat. Ja, toch? Maar ja, net toen ik dat wilde gaan doen, kwamen er dus ineens allemaal mannen binnen om alle zooi op te ruimen. Ja, dan ga ik niet met die tak zitten duwen natuurlijk. Want A, ze lopen daar boven, dan zien ze dat. En B, als ze net beneden lopen, dan komt er eens een pen uit het plafond zetten. Dat moet je ook niet hebben. Dus ik dacht, nou ja, shit, wat nu dan? Ik dacht, nou ja, weet je, dan ga ik van het weekend wel gewoon boren van onderaf en van bovenaf. En dan maar hopen dat we gelijk uitkomen, zoiets. Maar ja, dit is natuurlijk ook niet echt een heel strak plan. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon tegen een van die gasten gezegd van, joh, jullie zouden dat gat openlaten even voor het weekend. En ik wil hem ook best wel maandag zelf dichtsmeren, dat maakt me ook niet uit. Ik zeg, maar jullie zouden het openlaten voor een netwerkkabeltje. Oh, zegt die gast, echt shit, hebben we dat niet gedaan? Ja, dat is het, hè. We werken met mensen uit een bepaald land die overal wel ja, nee en amen op zeggen, maar toch niet alles snappen. Dat is echt heel moeilijk. Maar zegt hij, geen probleem joh, wij maken dat gat zo wel weer even open voor je. En ik zeg, nou, heel fijn. En met dat ik dat zeg, denk ik, oh shit, dan kom je die twee pennen tegen die nou in de vloer zitten. Dus ik ben heel snel weggegaan. En ik denk, nou, ik kom pas terug naar vieren vandaag, dan zijn ze allemaal weg en dan... Oh, wat erg. Nou ja, goed. Ik heb dus twee pennen in mijn vloer zitten. Die gaan ze straks vinden als ze dat gat gaan openmaken. En dat wordt me wat. Nou goed. Dan heb ik wat uit te leggen als ze maandag terugkomen om wat te doen. En ze moeten maandag nog wel iets anders doen volgens mij. Want ik heb wel warm water, maar ik heb geen verwarming nu. Nou ja, goed. Ik was toch niet echt heel erg van plan om de verwarming aan te zetten. Ik ben al blij dat ik daar gewoon weer kan slapen. Dus ik ga straks de jongens uit school halen. Dan gaan we gelijk maar daar naartoe. En dan begin ik even met mijn slaapkamer stofzuigen en dweilen. Dan kan ik nou van mijn bed terugzetten. En dan, ja, nou ja, als de jongens ook een beetje helpen met schoonmaken, dan is het volgens mij vanavond wel weer bewoonbaar. En als het toch too much is, want we hebben vanavond natuurlijk ook nog zwemles. En ik moet ook nog werken. We moeten nog eten. Ik moet nog een cadeautje scoren voor een partijtje morgen. Dus anders zet ik gewoon alleen mijn bed neer. Dan vraag ik of de jongens vanavond nog één nachtje hier zouden kunnen slapen. En dan, ja, nou ja, dan is dat, dan draai ik misschien met maandagavond of zo. Kijken of dat, of Ian dat oké vindt. Maar goed, dus, ik hoef niet naar het weekend van, ik hoef niet naar mijn ouders van het weekend. Dat is wel heel erg fijn. Als het goed is, kan ik daar vanavond gewoon slapen. En, ja, ik heb pennen in de vloer. Ik ben echt heel benieuwd of ik daar nog iets over ga horen. Want, jezus, wat stom. Echt? Ik had ook gewoon gelijk iemand kunnen zoeken en kunnen zeggen van, hé, kan je even... Maar goed, nee, ik denk dat los ik zelf wel op. Ja, het idee was leuk. Het idee was heel leuk. Maar de uitvoering laat wensen over. Jezus. Stop. Oh, jongens. Kijk nou toch eens even waar ik lig. Gewoon lekker in mijn eigen bedje. Woehoe. Het is zondag, einde van de middag. De jongens hebben vakantie. Die is nu begonnen. En in principe is mijn huis klaar. Ik zeg in principe, want het is nog niet helemaal af. Het is in elk geval weer leefbaar. Vrijdagavond heb ik hier al geslapen. Maar ik heb zaterdag nog... ben ik heel hard aan de slag geweest. Om alles schoon te maken, op te ruimen, weer terug te zetten. Stofzuigen, dweilen. Het was echt te smerig voor woorden. En ze hebben wel heel enthousiast gezegd vrijdag dat het nu helemaal klaar is. Maar dat ben ik nog niet zo met ze eens. Toegegeven, ik kan niet meer gluren bij de buren. Maar bijvoorbeeld in de keuken.
Heb ik ook al wel een nieuwe radiator. Maar die plank zouden ze nog terugzetten. Is nog niet gebeurd. Op zich is het ook wel prettig als ze dit weer afsluiten. Is ook nog niet gebeurd. Hier, de kamer van de oudste. Die vensterbank zouden ze terugplaatsen. En ik vind dat dit hier zo ook niet echt bepaald de schoonheidsprijs verdient. En als ze dan zeggen, het kan niet anders. Dan moeten ze even kijken hoe ze het bij de jongste ook weer gedaan hebben. Want daar ziet het er keurig uit. Hier is dan een heel stuk van mijn hang gescheurd. Had ook wel iets met meer beleid gekund, vind ik. En dat is hier aan deze kant. En ja, dan ben ik misschien wel een beetje een zeikert. Maar dan denk ik, ja, ze vragen toch zelf of ze nog ergens rekening mee moeten houden. Ik zeg dat alles nieuw is, omdat ik hier pas net woon. Dus of ze overal alsjeblieft een beetje voorzichtig mee willen zijn. En dan toch dit soort dingen. Net als... Mijn verzoek om niks te schuiven op de vloer, maar op te tillen, is ook niet echt gehonoreerd, hè? Nee, want anders krijg je dit soort beschadigingen ook niet in je vloer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle half lege smoothieflesjes die ik overal heb aangetroffen. Etensresten, andere lege flesjes, allemaal dat soort dingen. En de remsporen die ik beneden uit de wc moest poetsen. Ik snap het heus als je hoge nood hebt, echt waar. Maar de spullen om het schoon te maken staan naast het toilet. Kom op, maak het even schoon. Dat is gewoon zo moeilijk niet. Dus ja, morgen opleveren, prima. Maar niet voordat die dingetjes gefixt zijn. Echt, serieus niet. Want dat vind ik echt, dat moet opgelost worden voordat het echt klaar is, vind ik. Binnen. En dan hebben we een rustig avondje. En, jullie hebben nog een verhaal van mij te goed. Take two. Jullie hebben het van me te goed, dus ik ga het gewoon vertellen. Ik moet beginnen met te zeggen, ik ben geen uitgaanstype. Ben ik nooit geweest, zal ik ook nooit worden. Het heftigste wat ik deed met uitgaan was naar de dansavonden op de dansschool. Die begonnen om 8 uur, 9 uur zoiets. En die duurde dan tot een uur of 12. Nou, daarna lekker naar huis, lekker naar bed. Helemaal prima. Want ik vond slapen ook altijd wel lekker. Dat hele nachtenlange stappen, dronken worden, niet meer weten wat je hebt gedaan. De volgende dag kotsen, hoofdpijn, katers enzovoort. Ik ken het niet. Nooit gehad, nooit de behoefte gehad om het te proberen. Nee, ook als puber dus al niet. Ik denk dat je zo rond... Ja, tenminste, mijn zusje was een jaar of 14, 15, 16 toen ze uit wilde. Ik snapte dat niet. Dat zei ik al. Dus in de afgelopen, laten we zeggen 24 jaar. Toen het uitgaan zo'n beetje hot begon te worden en zo. Sindsdien heb ik denk ik ben ik vier keer uit geweest. Ik heb wel een periode gehad dat ik me afvroeg waarom ik nou toch zo was. Waarom ik dat nou toch helemaal niet leuk vond. Bijvoorbeeld toen de film Costa uitkwam. Het leek me echt super leuk om lekker naar Spanje te gaan. Lekker naar Salou te gaan. Maar dat drinken en dan in zo'n club. En dan, nee. Ik had het plan om te gaan. En daar ben ik heel snel weer van afgestapt. Want ik dacht dat ik het toch niet leuk zou vinden. Heel vaak ook naar die dansavonden waar ik dan naartoe ging op de dansschool. Daarna ging een heel groepje nog stappen. Maar ik ging nooit mee. Vriendinnen gingen stappen. Ik ging liever naar huis. Goed boek. En lekker op tijd naar bed. Lekker uitslapen de volgende ochtend sowieso. En ja, tuurlijk hou ik wel van een bioscoopje. Of lekker eten. Of terrasje pakken. Of wat dan ook. Drankje doen, zoiets. Maar dat hele uitgaan snap ik niet. Nooit gesnapt. Zal ik nooit snappen. Zal ik ook nooit doen. That's it. Afgelopen zomer kwam ik dus... in een kroeg terecht. Met Daniel Cleaver. Sowieso, want in mijn eentje kom ik daar niet zo snel terecht. En ik kwam daar terecht met hem. En met zijn vrienden. En zijn vrienden, dat is zeg maar een gezelschap. Waarin ik mezelf niet zo snel geplaatst zou hebben. Anders dan werkgerelateerd als strafrechtadvocaat. Ik denk dat dat wel genoeg zegt over het gezelschap wat daar was. En... die gasten die dronken dus echt bier bij het leven. Hey, liters gingen er doorheen. Er was er eentje die dronk geen alcohol, maar die dronk allemaal energy drinks. En ik stond daar zo'n beetje bij. Ja, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik dronk mijn colaatje, ik dronk mijn ijsteetje. En ik snapte eigenlijk de lol niet van daar hangen. De barman die had al wel snel in de gaten dat ik daar niet... Op mijn gemak. Ja, op mijn gemak is niet echt een goede woord. Ik bedoel, op zich voelde ik me wel prima. Het is niks voor mij, maar op je gemak voelen, ik weet niet. Maar goed, hij had in ieder geval in de gaten dat ik niet echt bij die groep hoorde, alhoewel ik wel met die groep was. Dus toen ik naar het toilet ging, toen schoot hij me aan en vroeg hij of ik wel oké was. Omdat ik zo heel duidelijk een buitenbeentje was bij de rest.
Dus ik heb gezegd dat ik oké was, dat ik er helemaal vrijwillig was. En toen zei hij dat als dat niet meer zo was, dat ik een seintje moest geven. En dan zou hij me helpen om de situatie te beëindigen, zoiets. Maar goed, ik voelde me nog prima. Er was niks aan de hand. En ik voelde me ook niet onveilig of wat dan ook. Dus nee, ja, prima. En toen een paar uur later, nog meer biertjes gedronken en zo, tenminste ik niet, die gasten allemaal. Toen vroeg Daniel Cleaver of ik voor hem en zijn vrienden wat nieuwe drankjes wilde gaan halen aan de bar. Hij gaf daar geld, hij gaf 50 euro mee, want hij was bang, hij was niet meer helemaal helder, zei hij. Hij was bang dat hij minder terug zou krijgen dan waar hij recht op had, dus dat hij opgelicht zou worden. Ik denk nog eventjes terug aan wat ik zei over die groep met wie ik was. Hij was bang om opgelicht te worden. Anyway, ik naar de barman weer, ik die drankjes besteld, ik betaald. En die barman die vroeg toen echt wel weer, heel erg ja, op zijn hoede, of het mijn geld was, of dat het geld van die gasten was. Ik zei, nee, het is niet mijn geld. Ik heb het geld gekregen van Daniel Cleaver. Al heette die dan, heet hij dan anders natuurlijk. Het was dus uiteindelijk... Ja, waar wil ik nou heen met dit verhaal? Ik ben het even kwijt. Nou goed. Zij waren dus lam allemaal. Kacheltje lam. Ik heb daar in die kroeg wel nog als enige nuchtere, zeg maar, Nederlandse hits staan zingen. Want het bleek een karaokebar te zijn. Wat ik ook al niet verwacht. Met die mensen met wie ik was, zeg maar. Maar goed, de reden dat ik dit wilde vertellen is dat ik dus ergens iets las over dat personeel in de horeca alert moet zijn op situaties waarin vrouwen of mannen of meisjes lastig gevallen worden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het me echt positief verraste dat deze barman zo ontzettend in de gaten had dat het een ander soort gezelschap was dan ik. Dat ik er niet echt bij leek te horen, dat hij echt checkte of ik wel oké was en zo. En dat vond ik echt super. Ik weet niet of dat heel standaard is, want ja, wat ik al zei, de afgelopen 24 jaar ben ik denk ik 4 keer uit geweest of zo. En dit was voor het eerst dat het me opviel. Het was ook voor het eerst dat het nodig was, denk ik. Omdat ik voorheen natuurlijk met mensen, als ik uitging was dat met mensen die wat meer bij mij pasten, zal ik maar zeggen. Maar nee, dit vond ik echt heel, heel goed. En ik hoop eigenlijk, ik hoop van harte, dat mensen die in de horeca werken, dat die echt dit doen. Want het gaf me wel een fijn gevoel. Zo mocht het escaleren, uit de hand lopen of wat dan ook. Mocht er een moment komen dat ik denk van nou, ik vind het toch niet meer fijn. Ik wist dat er iemand was die dat in de gaten had en die me zou kunnen helpen op dat moment. Dus dat vind ik echt heel erg top. Dat is dus het verhaal dat ik nog even wilde zeggen. Zijn we weer 6 minuten verder. En ga ik verder bewerken en dit erin plakken. En er zijn een hoop ennetjes, hè. En toen. En toen wilde ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot volgende week.